leven voor u. Dat daar ook onze diepste bestemming in is. Dat dat de enige plek is waar rust kan komen. In dat hart wat anders altijd onrustig zal blijven. Ieder mens, op elke plaats, bent u de vervulling. Wel dat we mogen leven en dat we mogen aanbidden. Dat we ons leven mogen geven aan u. Dank u wel dat u het bent die zegt, ik ben met je. De ik ben is met jou. Wees moedig. Wees sterk. Amen. Amen. Michelle weet wel waarom ik daar een beetje om moet lachen. Ik ben een moedig en een sterk mens, maar heel af en toe, dan heb ik zo mijn momenten en dan herinnert ze me altijd aan deze tekst waarmee God mij geroepen heeft. En dan herinnert ze aan de beloften die Jozua gegeven zijn. En dan gaan we er weer voor. Wauw. Ik ben bezig met een preekserie die heet De Normale Kerk. En dat vond ik een hele, voor mezelf ook heel fijn om daarmee bezig te zijn en gewoon eens te kijken wat zegt het Nieuwe Testament nou eigenlijk over kerk zijn en over met elkaar kerk zijn. Alleen vorige week vrijdag, of afgelopen vrijdag eigenlijk, ik was met Michelle onderweg naar een lieve vriend van ons. De meeste van jullie kennen hem wel, Frans van Heest, die in een rolstoel zit. Parkinson heeft al 5-6 jaar lang aan verbonden zijn van hart tot hart. Daarom de zoveel weken zitten. Die jongen is net zo oud als ons, 41 jaar, 42. En dan ga je daarheen en voor de zoveelste keer. En je hebt weer geloof, want je weet dat God goed is. En je ziet een leven wat afgebroken wordt. En elke keer als je komt, is er een stukje minder Frans. Wat je nog kan ontmoeten. Dan gaat het lopen slechter. Dan zit hij in een rolstoel. Nu was hij nauwelijks meer te verstaan en moest zijn vrouw hem eigenlijk bijna vertalen voor ons. En het is zo heftig. En toen reden we terug en toen kwam er een lied voorbij en dat heette The Blessing. En de meeste van jullie hebben dat nummer denk ik de afgelopen maanden wel gehoord. Het is eigenlijk het lied wat de zegen vertaalde, de priesterlijke zegen die in Exodus, of sorry, in nummerie 6 gegeven wordt. De Heere zegen u, de Heere behoed u, sorry, de Heere zegen u en behoed u, de Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. En terwijl dat nummer voorbij kwam, en het kwam de laatste tijd vaak bij mij voorbij, en moest ik eigenlijk, kreeg een aantal gedachten en God zei eigenlijk tegen mij, ik wil dat je even uit die serie preekt waar je anders weer zelf zo in zit. En ik wil dat je hier iets over deelt. En ik geloof echt dat het een woord is wat voor sommige mensen heel belangrijk is. En ik zei, en ik doe dat natuurlijk, want als God iets vraagt moet je dat altijd doen. Dat is in ieder geval wel meestal de snelste weg naar een hoop, waarmee je een hoop ellende voorkomt. Dat heb ik dan ook wel geleerd door soms niet te doen wat God vraagt. Moet ik dan ook wel eerlijk zeggen. Maar dit vroeg hij aan mij en ik werd zo innerlijk bewogen. Dus ik kom bij Frans vandaan en dat lied draait. En in één keer komt die waarheid, die openbaring die erin zit, die komt zo in mijn hart. En ik denk, wat is het eigenlijk bijzonder? Juist, dit is een lied wat juist in de tijden, toen de corona eigenlijk ineens een heel ding werd in de hele wereld. En dat is het natuurlijk nog steeds. Hè, dus ik wil het ook niet bagatelliseren. Het is een hele vervelende uitbraak van een heel vervelend virus. Maar wat zag je gebeuren? Wij waren ergens halverwege maart, ik geloof iets van 11 maart of zo, hadden wij nog een revival weekend op de Battled in Aalten. Of in Zelhelm. En daar hadden we een revival weekend. En aan het eind van dat revival weekend was eigenlijk bekend geworden dat je niet meer samen mocht komen. Dat al die maatregelen enzovoort ingesteld werden. En precies in die tijd kwam dit lied in één keer naar voren. En ik vond het zo mooi, want dat zag ik toen nog niet, maar dat zag ik nu opeens toen ik zo bezig was met de Heer. Vrijdag toen wij terug naar huis reden, toen dacht ik, wat is echt grappig. Want toen die corona uitbrak, had iedereen daar een mening over.
Iedereen vond daar ook iets van te moeten te vinden. Zo gaat dat zeker ook in mensen die dan kerkelijk Nederland of christelijke leiders en op SIP en op weet ik veel charisma in de Engelse pers. En overal werd al geschreven, de een die vond het een oordeel van God, de volgende. Iedereen had er wel wat over te zeggen. En iedereen worstelde daar ook mee. En toen kwam midden in dat, kwam er eigenlijk in één keer een lied wat gemaakt is. Een lied wat God heeft laten ontstaan. Wat zo'n eenvoudig lied is. Het is gewoon een samenvoeging van een aantal bijbelteksten. En vervolgens herhalen ze dat heel vaak. Dat kunnen we soms ook. Dus ik heb dat met, ja, je kan dingen herhalen. Hè? Dus we gaan het even straks hebben over zegen en vloek. Soms is het zo goed om heel veel te herhalen. De oude kerk deed dat ook al. Hè? Die zongen ook liederen waarin ze voortdurend dingen herhaalden. Omdat we vaak de leugens in ons leven ook heel vaak herhalen. Moeten we de waarheden van God ook heel vaak herhalen. Het is niet voor niets dat het oude Israël deze zegen, waar we dan straks op in gaan zoomen, elke keer als ze samenkwamen bij de tempel of in de synagoges, of zelfs in de huisgezinnen werd deze zegen uitgesproken. Voortdurend werd de ultieme waarheid waarin God zichzelf openbaart werd uitgesproken. Dus ik vond het zo grappig dat te midden van al die manieren waarop corona dan geduid werd door al die wijze mannen, God eigenlijk zegt, ik laat een lied opkomen. En dat lied dat is inmiddels meer dan 1 miljard keer bekeken in allerlei verschillende versies. Want elk land heeft een versie en in elk land is er weer een versie van alle verschillende kerken die dan onderling met elkaar dat lied opnemen. En het is één groot statement van eenheid en van vernieuwing. En God zegt gewoon, weet je wat jullie ook allemaal maar duiden, laat mij nou maar zelf vertellen wie ik ben. Ik ben de Heer en ik wil jou zegenen en ik wil je behoeden. Dat ben ik. En dat vond ik zo mooi. En dat raakte me, want ik was ook in die worsteling met het leven van Frans en die zo ons hart, dat is echt een lieve vriend van ons. En dat doet je pijn en je weet gewoon, God wil daarin komen. Er zijn mensen in de omgeving van vrij zijn, heb ik wel eens iemand ontmoet, die is gewoon genezen van Parkinson. Die vrouw heeft er zelfs een boek over geschreven. En dan zit ik weer bij mijn vriend. En weer bid ik. Ik heb 1 ding met hem afgesproken. Als ik bij je ben. Als jij het niet wilt, dan doe ik het niet meer. Maar zolang jij nog ja zegt, blijf ik bidden. Want ik geloof in een God die geneest. En dan rij je naar huis. En dan zegt God, ja, dat gaat inderdaad over hoe ik mezelf laat zien. Te midden van hoe mensen allemaal hun godsbeelden op mij loslaten. Maar het gaat ook om jouw hart, Albert. Geloof jij dat ik een goede God ben? Dat ik die God ben die ook Frans wil genezen? Dat ik die goede God ben die Frans ook zegent en Frans ook behoedt? Te midden van waar hij nu zit ook. En dat raakte me diep. En ik wist dat ik dat moest delen. We zullen het lied straks ook even draaien, dan weten jullie misschien wel welk lied het bedoelt, maar de meeste mensen zullen dat wel het lied wel kennen. Het is van Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face towards you and give. Dat is de God die wij dienen. Dat is de God waar hij zich wil openbaren. In dat lied kom je een aantal versen tegen. Daar wil ik even op inzoomen. Het eerste, de belangrijkste is dat Numeri 6 vers 24 tot 26. God openbaart zich aan het volk Israël die hij uitgeleid heeft uit het land Egypte. En hij gaat hun vertellen dat hij ze gaat zegenen. En dat doet hij met deze woorden. En deze woorden die worden dan vanaf dat moment altijd over het volk uitgesproken. Overigens ook een prachtig gebruik, ook in traditionele gemeentes, kerken. Wij hebben altijd in de Hervormde Kerk gezeten en daar werd ook altijd die zegen over je uitgesproken als je de ochtenddienst verliet. Ik moet wel zeggen dat het mij niet altijd dat beleving gaf die ik er later in ontdekte, maar daar willen we dan vandaag ook echt diep in gaan. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De basis, de priesterlijke zegen. En dan staat er ergens anders in het woord, Exodus 20, vers 6. Hij die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. En een andere tekst waar het niet op gebaseerd is, is Psalm 139. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Dit te kennen is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Want waar kan ik uw geest ontgaan? Waar zou ik uw aangezicht kunnen ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of al legde ik mij neer in de hel, in het dodenrijk, zie.
U bent daar. In Psalm 103 staat: maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen, die ontzag voor hem hebben. En zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. Nou, dit zijn zomaar vier Bijbelgedeelten waar dat niet uit samengesteld is. Dan heb je een prachtig lied vol met waarheid, direct vanuit het woord geïnspireerd. En dat vindt dan in al die onrust, in al die chaos, en al die zekerheden, schijnzekerheden, die in één keer wegvallen, vindt het zijn weg naar de gemeente van God, naar de kerk, zijn kerk met een hoofdletter K, en ook naar ongelovigen. Er zijn heel veel getuigenissen bekend. Ik zat pas een filmpje te kijken op YouTube, toen liet ze dat nummer aan iemand luisteren die helemaal niets met God heeft. En die werd zo geraakt, gewoon door de liefde van God die daar doorheen stroomt. Als we het gaan hebben over zegen, dan moeten we eigenlijk even heel kort ook nadenken over wat is dan zegen en vloek. En als je daar heel diep in wil gaan, dan kan ik je van harte een boekje aanbevelen wat mijn leven echt serieus heeft veranderd. Dat is het boekje Zegen en Vloek. Zo heet het boek van Derk Prins. Echt een heel goed boek over de principes van zegen en vloek in de Bijbel. Zegen en vloek, dat begint in de mond. Jacobus 3 vers 9 tot 11 zegt: met onze mond loven wij God de Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Want laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Jacobus zegt, dat kan eigenlijk niet. Het kan eigenlijk helemaal niet dat er negativiteit uit je mond komt. Want als je kijkt naar zegen, een hele simpele definitie van zegen is gewoon positiviteit spreken. De waarheid spreken. De waarheid van God uitspreken over een ander. Positief spreken. En vloek is negativiteit of leugens spreken. En we gaan straks gaan ons focussen op de zegen en wat die zegen inhoudt voor ons leven. Maar we mogen ons wel even bewust zijn van de vloek. Want er wordt namelijk wat afgevloekt. En dan denk je nu allemaal waarschijnlijk heel vroom. Nou, ik heb al wel een tijdje niet een heel lelijk woord. Nou ja, de laatste keer toen ik die prullenbak op mijn teen kreeg, toen heb ik nog wat lelijks gezegd. Maar voor de rest doe ik het wel aardig. Maar dan denk je eigenlijk kortzichtig over vloeken. Want dan denk je dus in een soort geïnstitutionaliseerde versie van vloeken. Dat je wel potvol geraniums mag zeggen, maar niet een lelijk woord. Maar dat is eigenlijk niet wat de Bijbel bedoelt met vloek. De Bijbel bedoelt met vloek eigenlijk alles wat jij zegt tegen een ander of tegen jezelf. Want we vervloeken ook heel vaak onszelf. Wat niet de waarheid van God is. Ik kan het niet. Het lukt me nooit. Ik ben dom. Dat soort dingen. Wij hadden gisteren nog even een gesprekje op een verjaardag met iemand. Die al op de basisschool eigenlijk te horen kreeg van: altijd maar, ja, doe maar normaal, want dan doe je al gek genoeg. Terwijl dat iemand is die gewoon door God zo gezalfd is om bijvoorbeeld met kunstzinnigheid en profetische dingen eigenlijk de wereld te veranderen. Kijk, het zijn over het algemeen het zijn meestal niet de meest makkelijke karakters die de wereld beïnvloeden. Dat zijn vaak toch de Jona's. Die met heel veel gemopper en heel veel omwegen uiteindelijk wel in staat zijn om een stad tot Jezus te brengen van 100.000 vijanden. Het duurde even voordat Jona in de stad was. Het was dus moeilijker voor God om Jona naar die stad toe te krijgen dan die stad naar God toe te krijgen. Dat zijn mensen die dit soort dingen doen, die een stad inlopen waar 100.000 vijanden op je zitten te wachten. Dan heb je een redelijk sterk karakter. Dan ben je niet. Dan heb je een duidelijk wel iets over je dat je weet wat we in de wereld dan misschien noemen. Ja, die is niet normaal of die heeft altijd wat over dit en altijd dat. En dan wordt dus al op de basisschool wordt er eigenlijk een vloek over je uitgesproken. Ja, die is eigenlijk niet helemaal normaal. Waarom? Omdat ze graag schildert en creatief bezig is en het leuk vindt om zich op een andere manier te uiten. En zo kan dat behoorlijk doorgaan natuurlijk. Ik zal je nog een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Misschien heb ik het wel vaker gegeven, maar het is makkelijk altijd om uit je eigen leven te spreken. In mijn opvoeding leerde ik altijd, mijn ouders leerden mij eigenlijk, jij hebt niets te willen. En dat lijkt misschien een soort logisch of zo, omdat je denkt van ja, een kind heeft ook niet zoveel te willen. En natuurlijk mag je de wil van een kind vormen, maar je mag de wil van een kind niet breken. En mijn ouders zeiden dit zo vaak dat ik het gewoon ben gaan geloven. Ik ben gewoon gaan geloven, ik heb geen doorzettingsvermogen, ik heb niks te willen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan staat jouw hele leven open om eigenlijk te mislukken. Want als jij geen wil meer ontwikkeld hebt, ja, wat heb je dan? Wat moet je dan? Je kan geen keuzes maken. Iedereen kan maar met je doen wat je wil. Ze kunnen over je grens heen gaan. Want ja, je hebt toch niks te willen.
Dus je wil, en dan moet je voorstellen, je wil, ik ga hier natuurlijk niet te lang mee op in, maar je wil is de meest belangrijke spier, zou je kunnen zeggen, die je gekregen hebt van God in de ziel. Essentieel. Je maakt alle keuzes die je maakt, voor God of tegen God, dat doe je met je wil. Dus als jouw wil niet ontwikkeld is, dan wordt het heel moeilijk om een leven te leiden in gehoorzaamheid aan God. Want dan zullen mensen altijd over je grenzen komen, de vijand zal altijd binnen kunnen komen, je zal nooit op die manier iets te willen hebben. Ik vertel het wel eens vaker, maar de eerste keer dat ik dan nog heel bewust weet dat God mij aansprak op mijn wil. En ik s'avonds op de bank zat na het eten en meestal ruim ik dan even de vaatwasser binnen. En dat God zegt, oh, ik wil dat je je wil gaat ontwikkelen. Jij hebt wel wat te willen. En ik weet nog dat ik daar zat en dat ik Michelle aan zag komen en die zei, ruim je even de vaatwasser in. En dat ik zei, nee, daar heb ik namelijk gewoon echt geen zin in, ik ga het niet doen. Ja, jullie lachen daar misschien om, maar voor mij was het heel gevaarlijk. En de mensen die Michelle een beetje kennen, begrijpen wel hoe gevaarlijk dat wordt. Amen. Ja, nu lach ik er ook gelukkig om, hoor. Dan zijn we inmiddels 15 jaar, 16 jaar later nadat Jezus in ons leven gekomen is. En heb ik een hele sterke wil ontwikkeld. En weet ik echt wat God wil en weet ik mijn wil ook te voegen in zijn wil. En kan ik daar ook in blijven wandelen. Ander voorbeeld wat Michelle altijd gehoord heeft. Je bent een lastig kind. Als jij altijd uitspreekt over je kind of over je vrienden of wat je uitspreekt, dat is ook vervloeking. Want Michelle is namelijk helemaal niet lastig, heb ik ontdekt. Ze is een schat. En niet een klein schatje, het is een mega schat. En hoe meer ik na 25 jaar, dat we inmiddels verkering, 26 jaar verkering hebben, hoe meer ik van haar ontdekte, hoe meer ik nog verrukt raak over wat God in haar leven heeft gelegd. En over wat er allemaal verborgen zit in haar. Ik kan me tot op de dag van vandaag altijd weer verheugen opnieuw. Ze is niet lastig, ze is fantastisch. Maar als je dat voortdurend over je uitgesproken wordt, wat denk je hoe je dan gaat gedragen? Het is gewoon profiteren, maar dan vanuit de vloek. Nou, God wil dat wij profiteren vanuit zegen. Dus wat zie je wel in iemand? Nou, ik heb hem hier zelf staan. Bemoediging, wees sterk en moedig. Ja, kan wel. Je kan het. Ik zie het in je. Ik bevestig jou. Je bent mooi, je bent krachtig, je bent geliefd. De dingen die God spreekt, je bent aanvaard, je bent goed zoals je bent. Je bent welkom. De kracht van woorden is enorm. De kracht van woorden is datgene waar God de hele hemel en aarde mee geschapen heeft. Behalve jou. Jou maakte die met zijn handen. Maar daar kom ik zo nog wel even op. God is een God van zegen. Hij wil dat wij elkaar eren. Dat wij elkaar zegenen. 1 Tess. Dat klinkt wel cool. Yo, 1 Tess 5:11. Ja. Bemoedig elkaar daarom. Het is dus Thessalonicense. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op zoals u trouwens al doet. Lieve mensen, ik heb ook wel eens last van negatieve praat. Gisteravond nog heel even gemopperd. En vanochtend werd ik wakker en toen zei Michelle, ga je dat nog terugdraaien wat je gisteravond nog gemopperd hebt? Ik zei, nou, ik zal wel moeten, want ik moet erover preken straks. Dat is ook zo leuk. Dus ergens over hebben, wordt ook altijd even getest, weet je wel. Maar we moeten positief praten. We hebben eigenlijk geen recht om negatief te praten. Op grond van de Bijbel hebben we dat recht helemaal niet om te mopperen en te zeuren met elkaar. Het is zo makkelijk om bij elkaar te gaan zitten dan over iemand of met iemand. Het is zo makkelijk. En het is zoveel moeilijker om het positieve te spreken, het positieve te brengen. We hebben volgens de Bijbel helemaal geen recht om negatief te praten. Het is zo bizar. En die bizarre God is de God die jij hebt gekozen om te volgen. Die God zegt dit. Als iemand jou vervloekt, dan moet je diegene nog zegenen. Dus elkaar mogen we niet vervloeken. Nee, het gaat nog iets verder. Degene die jou vervloeken, die tegen jou zijn, die mogen we nog zegenen. Daarmee zetten we de weg open van genade van God ook in die levens. Hij wil dat we zijn zegen ontvangen. En dan gaan we naar die priesterlijke zegen om daar gewoon even op in te zoomen. Want er zit zoveel kracht in. Het is zo mooi. Ik zie dat ik nog 1 minuut heb officieel. Dus dat gaat dan heel snel worden. Ik mag wel ietsje meer tijd nemen. Ik ga naar de priesterlijke zegen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Een priesterlijke zegen.
De zegen die de priester uit moest spreken over het volk. De zegen die vaders in het Joodse gemeenschap ook uit mochten spreken over hun kinderen. Dat werd ook gedaan. De zegen die ook in iedere synagogendienst uitgesproken werd over de aanwezigen. Een zegen die heel veel mensen ook bij zich droegen. Er zijn heel veel, hoe noem je dat, een soort muntachtige dingen gevonden uit het oude Israël, 700, 800, 900 jaar voor Christus, waar deze tekst op staat geschreven. Dus het was voor dit volk een heel belangrijke waarheid. En wij zijn soms zo op zoek naar wie is nou eigenlijk God. Nou, God openbaart zichzelf zo in deze zegen. Hier zegt hij de Heere, dat is Yahweh, ik ben, ik zegen jou. Ik ben. Drie keer zegt hij dat. Drie keer. Dat vind ik al zo bijzonder, hè? Als ik dan zo'n zegen lees, dat er niet staat, de Heere zegen u en behoed u, doe zijn aanzicht over u lichten, zij u genadig, verheffen zijn aanzicht over u en geef u vrede. Maar dat er elke keer staat de Heere. Alsof je elke keer even terug gaat naar de bron. Alsof je elke keer even wakker schudt van, hey, het gaat hier over mij. Ik ben de ik ben en ik zegen jou. En ik behoed jou. En ik, de Heere, de ik ben, de schepper van de hemel en aarde, ik laat mijn aangezicht over jou lichten en ik ben jou genadig. En dan weer, ja, ik ben, de Heer Jehovah, de Yahweh, verheffen mijn aangezicht over je en geef je vrede. Telkens weer zet hij zichzelf als uitgangspunt van die zegen. En dat is zo mooi, omdat daarmee ook zo duidelijk is, het gaat over wat hij aan ons wil geven, niet zozeer over wat wij aan hem willen geven. Het is zo belangrijk om dat te begrijpen. De Heer zegen u en hij behoedt u. Het woordje zegen, hè, wat daar staat, dat is het woordje barak. En ik heb wel eens gesproken over aanbidding. En dit is een van de woorden van aanbidding. En barak betekent letterlijk het woordje knielen. Dus dat betekent eigenlijk dat hier staat de Heer zegen u. Dat staat eigenlijk de Heer knielt voor je. Dat staat in de grond. En dat betekent eigenlijk dat hij als het ware knielt. En dat hij jou, net als dat je dat bij een kind doet. Hè, dat kan je wel voorstellen. Als je met een kind praat. Dan ga je vaak naar deze hoogte waar dat kind zich ook op bevindt. Omdat je anders, dat heb je ook wel eens als je hele lange mensen tegenkomt. Je hebt ook zo'n lange kerel. En dan sta je zo, weet je wel. En dan denk je zo. Hè, ja, dat natuurlijk altijd. Hè. Dan moet je wel een beetje tegen hem opkijken. Ja. Ja, en dan krijg je eigenlijk natuurlijk. Ja. Maar hoe mooi is het dat God eigenlijk zegt, het wordt je zegen, het wordt je barak. Wat eigenlijk in zich heeft dat hij knielt voor jou. Dat hij als het ware zich naar je toe wendt, op jouw hoogte komt. Net als dat je dat bij een kind doet, omdat hij met jou intimiteit zoekt. Hij wil jou zegenen. Hij wil barak met jou. Hij wil zich knielen. Dat zien we overigens in Jezus ook terug. Die natuurlijk zo ver gaat om ons te dienen. Dat hij zelfs onze voeten wil wassen. En daarbij ook letterlijk voor ons knielt. Staat in de Heere zegenen. Hij knielt om op jouw hoogte te komen. En hij behoedde je. Dat is het woordje shamar. Dat betekent vasthouden. Schermen. In leven houden. En dit woordje wordt in de Bijbel ook vertaald op verschillende plekken als het woordje vieren. Zoals je een verjaardag viert of een diploma viert. En zoals er staat dat de Heer jou barak en shamar, dat betekent dus eigenlijk dat de Heer naar jou eigenlijk als het ware af wil dalen om intimiteit met jou te hebben, om jouw leven te vieren. Kijk, daar past dus ook geen negativiteit in. Dus als wij echt gaan beseffen wat God spreekt door deze zegenbeden heen, dan kan negativiteit ook helemaal geen plaats meer hebben, want hij zegt, ik vier jouw leven. Ik ben dankbaar voor wie jij bent. Ik heb jou gemaakt. Ik heb jou zo gewild. En hij kijkt naar wat er in jou ligt en hij kijkt wat er nog uit jou kan komen. En daar wil hij mee aan de slag. Daardoor komt hij in die intimiteit op de hoogte waar jij je bevindt. En dan gaat het verder. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. Dat is ook diezelfde intimiteit. Hij wil van aangezicht tot aangezicht tijd met je doorbrengen. Hij staat als het ware voortdurend te wachten, zou je kunnen zeggen, totdat jij jezelf laat beschijnen. 2 Korinthe 3 vers 18, hè, dus de tekst spreekt er ook over. Als wij met een onbedekt gezicht de heerlijkheid, het aangezicht van de Heer naderen, dan veranderen wij van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is Gods verlangen. Hij wil zijn aangezicht over je gaan lichten. Volgens mij hadden we het net al even aan, Openbaringen 3, in mijn gebed, waar staat van, zie ik sta aan de deur en ik klop en wie me voor mij open doet. En wij denken vaak dat gaat over mensen die Jezus nog niet kennen. Nee, dat staat in de context van de brief aan de gemeente van Laodicea. Jezus heeft het daar gewoon tegen mensen als jij en ik.
die Jezus al kennen. Klaarblijkelijk heeft hij dus geen ruimte. Dus hij zegt niet, zie je staan de deur en klop aan de hart van mensen die hem niet kennen. Nee, hij zegt, joh, ik sta maar te kloppen. Doe je nog wel eens open, want ik wil mijn aangezicht over jou laten lichten. Ik wil aan jou laten weten hoe goed ik ben, hoe blij ik met je ben. Ik wil jouw leven vieren, ik wil op jouw niveau, wil ik met je praten, ik wil jou dienen. Zodat dat wat ik in je gelegd heb tot leven komt, tot ontwikkeling komt. En hij zei u genadig. God is nooit veranderd. Soms denken mensen, zeggen ze het Oude Testament. Ze lijken een hele andere God dan in het Nieuwe Testament. Dat is niet waar. In het Nieuwe Testament krijgen we wel de juiste bril om het Oude Testament te lezen. Die bril heet Jezus Christus. Maar ook in het Oude Testament, lees Psalm 103. Lezen heel veel psalmen overigens, maar misschien wel nu even te binnen. Openbaart zich God zich tot volledig als een vader die vol liefde en vol genade is. Hier al, op het moment dat het volk voor het eerst eigenlijk als het ware bij elkaar gegroepeerd staat, zegt hij, ik ben een God, ik ben u genadig. Hij zei u genadig. Jezus zegt zo mooi, de Bijbel zegt zo mooi in 2 Korinthe 4, vers 6, dat Jezus is de heerlijkheid van God in het aangezicht van God, namelijk Jezus Christus. Eigenlijk is het aangezicht van God, kunnen wij ook terugzien in Jezus Christus. Dat is wie Hij is. Dat is de liefde die Hij naar ons uitstuurt. Dat is die genade waardoor wij telkens weer kunnen komen bij Hem. Want het is spannend. Als er staat dat God zijn aangezicht gaat laat lichten. Kijk, waar licht komt, daar kan een duisternis niet bestaan. Als Hij in zijn leven gaat schijnen, dan moet alle duisternis moet gewoon wijken. En dat is heel spannend. Dan moeten we dus ook weten dat het die genade is. Die genade om alles bij Hem te brengen. Al onze hartsgeheimen bij Hem neer te leggen. Bij het kruis te komen en daar te ontvangen. Wat we nooit, nooit, nooit verdienen hebben of verdiend zouden kunnen hebben. De Heer verheffen zijn aangezicht. Dat betekent eigenlijk dat de Heer zijn aangezicht altijd met jou meegaat. Dus dat Hij zijn naartoe wenden, zouden we eigenlijk kunnen vertalen. De Heer wendt altijd zijn aangezicht naar je toe. Hij is altijd op jou gefocust. En als jij je afkeert van Hem en je loopt weg, dan zal Hij om jou heen lopen om je opnieuw te ontmoeten. Want zo is Hij. Hij zal altijd zijn gezicht naar je toe wenden. Hij zal je altijd opzoeken. En je kan het bijna ook zien. En dat is de terugwijzing naar het paradijs waarvan ik net al zei. God schiep alles, schiep hij met woorden, behalve de mens. Die maakte hij met zijn handen. Allebei, man en vrouw, is de man uit de aarde. En met zijn handen boetseer hij. Dat is intimiteit. Al die dingen die gesproken waren, die waren prachtig. Maar de mens, die werd gemaakt. Zoals wij soms ook onze kunstwerk maakten. En de handen van God vormden de mens. En hij blies zijn adem in de mens. En de mens kwam tot leven. En daarna deed hij hetzelfde met de vrouw die hij uit de man nam. Maar wederom boetseerde hij dat leven ervan. Zijn aangezicht werd verheft. Letterlijk was het eerste wat wij als mensen waarnemen. Was het aangezicht van God. En als ik dan in mijn auto rijd, terug van Frans, word ik zo overvallen door het verlangen van God. Om mij, maar ook om jou te ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Ik zeg, Albert, maak tijd voor mij. Ik wil je mijn hartsgeheimen delen. Ik wil met je zijn. Ik wil gewoon je vader zijn. Ik wil gewoon dichtbij je zijn. Maak tijd voor mij. Nader tot mij en dan zal ik tot je naderen. En dan eindigt deze zegenbede met, en geef u vrede. En dan word je shalom. En dat is eigenlijk een woordje. Ik heb er wel eens een hele preek over gehouden. Zoveel diepte zit daar in het woordje. Maar als je het vertaalt, is het eigenlijk vertaald. Heelheid, volledigheid. Dat is wat Joden elkaar toewensen. Ik wens jou volledigheid. Dat je helemaal kan zijn wie je eigenlijk bedoeld bent. Shalom is niet de afwezigheid van oorlog of onrust. Wat wij noemen vrede. Dat is, als wij zeggen vrede, dan is dat vaak dat er iets niet is. Namelijk, dan is er geen oorlog of geen onrust. Maar in het Bijbelse shalom is het juist wat er wel zou moeten zijn. Dus als de Bijbel zegt shalom, dan betekent dat dat je eigenlijk alles zou moeten krijgen wat eigenlijk voor jou goed zou zijn. Dus de aanwezigheid van wat het wel is. En dat is echt een verschil. Dus God, dat wil zeggen dat God een gevende God is. Dat Hij jou wil geven wat je nodig hebt. Dat Hij wil voorzien in jouw behoeftes. En de hele Bijbel spreekt daar natuurlijk voortdurend over. Het is ook niet een vraag overigens deze hele zegen die soms op een bepaalde manier in het Nederlands kan het heel vragend overkomen. Hè? Alsof er een soort twijfel is van nou de Heer zegen u en behoed u.
En dan zit je daar en denk je, ja, dat zal wel aan. Maar hopen dat ik inderdaad een beetje gezegend word als ik naar huis ga. He, dat kan, zo kan het een beetje klinken. Zeker als je eraan gewend raakt aan dit soort woorden. Ja, de Heer doet zijn aangezicht over uw licht en zij uw genadig. Dat klinkt een beetje twijfelend. Maar als je het vanuit het Joods bekijkt, is het een proclamatie van geloof. Er staat dan eigenlijk, de Heer zegent jou en hij behoedt jou. Het is waarheid. Het is niet een vraag, het is ook geen twijfel. Het is een mededeling uit de hemel. En die mededeling is dat de Heer je zegent, dat hij je behoedt, dat hij zijn aangezicht over je licht en dat hij je genadig gaat zijn. Dat hij zijn aangezicht over je verheft en dat hij je vrede geeft. Het is een proclamatie van zijn liefde, een proclamatie van een geloof. En tussen al het gekakel, en dan sluit ik mezelf bij in hoor, van mensen die wat vinden over God en die wat vinden over corona en die wat vinden over hoe God misschien de wereld straft of juist niet, zegt God gewoon dit. Ik laat een lied zo groot worden dat iedereen het hoort. Dat ik een God ben die genadig is, die het goede zoekt voor jou, voor je vrienden, voor je familie, voor je kinderen. Voor de kinderen die nog moeten komen. Voor alles om je heen waar je invloed op hebt. Ik ben een God die genadig is in jouw leven, in jouw werk. Als je ontwaakt, als je wakker wordt, als je gaat slapen. Ik ben de God die genadig is. Ik ben de God die vrede heeft voor jou. Ik zal je vasthouden. Ik zal je beschermen. Ik zal je geven wat je nodig hebt. Ik ben jouw God. En dan leert het volk Israël één ding. En dat wil ik vandaag aan jullie ook vragen. En dat is, ze moesten daar amen op zeggen. En amen betekent ja, dat zal vast en zeker zijn. Amen betekent dat wat u zegt, Heer. Dat is waar, dat geldt voor mij. Kan jij hier amen op zeggen? Kan je echt amen op zeggen dat je daadwerkelijk echt gelooft? Dat wat God hier zegt, dat echt waar is. Dat Hij die God is die zich in die intimiteit met jou wil openbaren. Dat Hij die God is die zijn aangezicht aan je bekend wil maken. Zijn geest wil geven. Die jou wil omringen. Die jou beschermt. Die een plan heeft met je leven. Die altijd door zal gaan. Of zoals in Job staat. Dat Hij als een leeuw achter je aanjaagt. En dat er een lied over je zingt. Geloof je dat Hij die God is? Kan je daar amen op zeggen? Oh, wat zegt God? Kan jij er amen op zeggen? Nu je net voor Frans gebeden hebt. En je laat er voor de zoveelste keer achter in zijn rolstoel. Kan je er amen op zeggen? Dat ik goed ben voor Frans, dat ik goed ben voor Albert, dat ik goed ben voor Michelle. Dan kan je er amen op zeggen. Dat ik goed zal zijn voor de kinderen van Frans en Commie. Het vraagt geloof. We roepen soms te makkelijk amen. En ik geloof dat God een diepte wil brengen in jouw amen vandaag. Dat als jij vandaag amen kan zeggen op wat Hij dit zegt. Dat Hij je daar mag herinneren door deze weken en in de maanden die komen. Dat Hij zegt, lieverd, je gelooft het toch. Dat ik je zal behoeden. Dat ik je zal beschermen. En dat ik mijn aangezicht over je zal lichten en dat ik je genadig zal zijn. Je gelooft het toch dat ik mijn aangezicht altijd naar jou toe wend. En dat ik je vrede geef. Heelheid. In alle dingen. En soms moet je dan je twijfels aan het kruis brengen. Ik ook. Onderweg in mijn auto. Soms moet je je angsten afschudden. Dat je bang bent dat die woorden toch niet waar worden. Dat je blokkeert in je hart. Je moet in ieder geval je schuld als voldaan zien. Dat je die intimiteit toe kan laten. Zoals het woord zegt. Dat waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid. En zo kunnen wij met een onbedekt gezicht in de heerlijkheid van God inzien. Kan jij je chagrijnigheid laten smelten in zijn vrede? Je eigen recht en boosheid loslaten? Je bitterheid wegwerpen? En je lege handen opheffen? Je oude denken krijgsgevangenen maken en op één lijn brengen met Gods denken? Kan jij je spreken, je uiten naar jezelf? Allereerst naar jezelf, maar ook naar anderen. Kan je het afstemmen met wat de hemel spreekt? Wat spreek je over de mensen om je heen? Kan je je geloof laten inspireren door zijn woorden, door zijn geest. Je hart laten vullen door zijn liefde. Je geloof laten aanwakkeren door zijn vuur. Mag hij je vullen met zijn geest. En als hij roept, kan je luisteren. En als hij fluistert, richt je dan je oren op wat de geest te zeggen heeft. En als hij klopt, doe jij dan open. En als hij nadert, nader jij.
Kan jij amen zeggen? Ik wil vragen of je dat lied opzet. Er staat eentje met tekst erbij, lyrics. En dan mogen we dat met elkaar zingen. En als je gewoon vanuit je hart daarop amen kan zeggen, dan kan je dat gewoon meezingen.
Amen, amen. Ik wil u vragen om snel even aan het maaltijd de Heer van de Heer. Brood, wijn, pak het heel even, gaan we dat met elkaar vieren.